bij mijn jongens Koot hier in de studio en iets hebben dagelijks zien in Stuoring hebben telefonisch van oude festival. Maar de beste hier kom mijn bootje om je de vlog hier te mij zien. Ja, zeker. Ik denk ik met Torren op een boot langskom. Ik steer je nou ik te vloggen, dus je kan straks teken. Ik heb een actiecent. Zorg maar even. Ja, hey, teken. Nee, want we hebben hier gasten aan boord en die hebben een bierproeverij. Oké. Nou ja, ik denk bier en een vlag. Dat moet goed worden. Dat liek het eigenlijk wel wat. Dus daar geeft mijn vlag je tour. En ja, ik wil hier. Ik wil even zien hoe gaat het hier? Hoe is het hier? Nou, hallo. Het is sneeuwen. De laatste dag van de IFKS. En ik sta hier aan boord bij een bierproeverij. Klopt dat? Ja, klopt. Dat is een leuk. Zeker. Juist. En wat is de ene keer? Maatje de Jong. Gerrit Hoekstra. Nou, wat gezellig. En wat heb je al gehad? Het is nou al in de media. Ik ben iets later kom. Ja, dat ben hij een beetje te laat, hè? Ja. Wij zijn van mooi Jelwolven, wij Jelwen toch in dit uitdongen in hoop dat er zield worden, zo verlopen net, wat ligt erop dat nou de grote haal zield. En wij zijn gewoon begonnen te prillen, want dat kist zonder ziel, denk ik. Ja, toch? Ja, en bier kan er altijd bij, of net, maar bier kan er altijd bij. En we hebben heel lekkere hapjes om boord te catering, is waar we horen. Was je erbij? Was je brietje? Oké, ik creëer mijn eerste bierke. En het is even het etiket erbij. Het is een Dutch Summer van de Lietse Beren Brouwerij hier uit Lemmerwijk. Het is een mooie jongen die het bier bij een protopassie brouwt. En het is inderdaad een hele mooie inkoop om inderdaad op zomerdagen een bier te drinken. Absoluut. Dus pak hem om. Ik pak hem om. Ik zal mijn broer. Jo. Denk in ieder geval. Proost. Ah, dit is inderdaad een lekker bierke. Het is een heel lekker bierke. Volgens mij kreeg ik een hele mooie mee hier. Dan slaan die even over. Moet je opzetten, buddy. Wat kriegen we nou? Een grutte bier. Een grutte bier. Nummer 2. Ja, wat is nou het verschil tussen het bierke wat ik nou heb? Een bierke van Krijg. Ja, een goede vraag. Met twee totaal verschillende biekers. Het had mijn receptuur te meten, mijn manier van brouwen. Ja. En ja, dat maakt het totaal los. Bert die brouwt op een hele andere manier dan wij brouwen. Juist, zorg binnen bierke is net echt makkelijk te vergelijken op nee, dat op kist, dat punt. Juist, nou, dat kist eigenlijk niet in bierke, maar met elkaar vergelijken. Zullen wij ons bier oors brouwen, dan wordt het eigenlijk totaal oors. Ja. Zullen je oren hoppen gebruiken, zullen je oren mouten gebruiken, dan krijg je een heel oor bierke. Wat heb je nou voor lekkers? Dit is pastrami. Ja. Maar prei en roomkaas. En heb je het nou zelf maken? Nee, dat regelt jullie. Oké. Maar dit past. Nooit een bescheiden. Sorry Ben. Bert die maakt het bierke wat erbij maakt en Ben had ik het hapje betaald. Juist. En dit past uitstekend bij een heerlijk zomers biertje. En wat is de naam van het biertje? De Dutch Summer. De Dutch Summer. Van Brouwerij Kleine Beer. Hebben we echt een ontzettend leuk soortje bierbrouwers hier in Friesland zelf. Dus dat is het goede spul. Ja, beter spul. Het is nog steeds lekker door een pilsje als het heel warm is. 42 graden of zo. Maar daaronder moet je gewoon een speciaal bier drinken. Onder de 42 graden, ja. Gewoon een speciaal biertje. Dat is het. De tip van de dag. Hier op de Sanne Marije stiert Jelt. Jelt, we gaan iets unieks dan. Dat hier is wel terug. Dat dacht ik, ja. Even iets wat we net jetten die. Het is in de geschiedenis van Frieske FM dat we een live artiest spelen litten tijdens de uitsturing. Dus best ook leuk ervan. Nou, prachtig. Zeg hem dan, dat prachtig mooie noemer het goed te zien. Ja, ik de artiest van de dag. En ja, de meeste keer aan boord. Ik zou toch graag een groot applaus willen van buiten hier in de wind van Jelt. Is dit de perfecte combinatie? Dat is het, ik al leren. Ja. En wat vies het ook? Ja, maar dat is het. Ja, eigenlijk wel. Oké, prima. Jo, zit hier rond een lekker bierke. En wat vind je ervan? Ik vind nooit wat.
Je vriend nooit wat? Nee, ik ben drood om zeker. Oké, okay. Maar hoe smaakt het? Heb je het al goed? Dat is wel mooi. Ja? Mooi zo. Ik ben vooral het wienproeven bent. Wienproeven? Ja, wienproeven. En nu ben ik dus bij een bierproeverij. Maar dat is dat bierproeven eigenlijk beter is. Want dan... Dat is natuurlijk volle beter. Dan wienproeven, dat mag je net troslikken. Dat mag je weer uitspugen. Nou, dat, ja. Dan drink je eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus eigenlijk droeg je uit van wienproeven. Ja. Kom heel eind. Niet bewegen, niet bewegen. Tjoch. Is het een geslaagde medium? Nou, ja, denk het wel. Zeker wel. Ja? Ja, mooi waterbelemmer. Altijd goed. Kerst nog rug erin? Ik heb wat denk je? Kom maar goed op net. Zeker wel, geen probleem. Mooi zo. Hé, en als meisje nou een bierproeverij wil hebben, ken dat? Dat kan altijd. En waar met ze dan heen? Makkelijkst is game naar bieruitfriesland.nl. De IFKS zit erop. We varen nou weer rond naar je bal. Nou, de bierproef met je het vast mij goed voor bier. Dat deed je gezellig, dat weet je volle laken. Dus ik denk dat het bier is goed kut. Dus dit wie het seizoen van het scootsersielenwet. Dus omflaan. Ik ben begin als leek. En ik ken mezelf nou wel een beetje tot een beginneling van de kennis van de scootsersielen te rekenen. Ja? Ik ken er nou een beetje hoe mooi praten. Dus wie weet wat er volgend jaar weer gebeurt. Ik hoop volgend jaar weer bij een brom te wezen. Een mooi hier en een hond volgend jaar. Hoi!